Dit is mijn dochter. Ja, zij heet gewoon Chanel en ik heet Lee. We hebben de namen bij elkaar geplakt tot Chanel. Een naam die het grote Franse modelabel wel erg vindt lijken op Chanel. En dus wordt de Papendrechtse nagelstyliste gedwongen haar bedrijfsnaam aan te passen. Ik schrik ervan, de mensen om me heen schrikken ervan. Van waarom, ja, hun zijn natuurlijk super groot en zo beroemd. En waarom dan zo ik, zo klein in Papendrecht, waarom moet ik eigenlijk een soort van de dupe ervan zijn? Chanel is bang dat Lee mee wil liften op het succes van hun merknaam. Dat is helemaal niet zo. Hun zijn een merk, heel groot. Dus ze verkopen bijvoorbeeld tassen, hele dure tassen en ook bijvoorbeeld parfumerie. En dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Ook de klanten van Chanel reageren verbaasd. Ja, toch als klant schrik je daar ook gewoon van. Ik bedoel, ze heeft in december pas toch de winkel geopend. En ze krijgt eigenlijk al tegenslag op tegenslag te verwerken. Nou, en dat verdient zij gewoon niet. Door alle ophef die is ontstaan, heeft Chanel inmiddels een brief gestuurd met de boodschap dat ze graag met Lee om tafel willen. Chanel zelf wil heel graag tot een oplossing en ik zelf ook. Dus ik wil op een gegeven moment dat dit gewoon wordt gekalmeerd. Het doet mij mentaal gewoon niet goed. Mijn studio leidt ronde. Ik hoop gewoon tot een zo snel mogelijk oplossing hiermee. Dus ze willen praten, maar die naam die moet veranderd. Ze hebben gezegd in de brief dat ze de naam wel willen veranderen. Lee overlegt komende week met een merkenadvocaat.